Ja, je ziet het heel duidelijk. Daar is het. Daar heb je een weg. Achter dat bultje. Een paar meter lopen. En hier zou je dan al je boot of kajak of kano uit kunnen laten. En dan zou je dit hele stuk tussen het riet kunnen varen. Maar wij gaan nu niet varen. Wij gaan eerst eventjes kijken hoe dat er hier uitziet. En je ziet het al. Redelijk mooi. Hier heb je dus die sloot zitten. En daarachter heb je nog een grote waterplas. Daar dus. Met ook allerlei vogels en zo. Heel erg mooi dit. Maar je ziet het, natuurgebieden die worden gecontroleerd door kleine vliegtuigjes. Want daar komt hij al aan. Als de pH op stond, dan is het een Nederlandse. Jawel. Ja, dat is heel mooi. Kijk dan, al die waterlelies. Oh. We hebben weer een heel gaaf natuurgebied ontdekt. En dat gaan we binnenkort wel vaker doen. Want we hebben heel wat nieuws in Google Earth gezien. En dat zijn tientallen gebieden die we nu al af willen zoeken. Maar je raadt het al, vanwege tijdgebrek kunnen we het niet allemaal tegelijk pakken, helaas. Als we dit helemaal uitlopen, en dat gaan we ook doen in deze vlog, denk ik. Dan kom je helemaal aan het eind, kom je bij een soort van klein pontje uit. En daarbij liggen ook kleine miniboten. Die willen we ook nog eventjes gaan filmen, hoe die erbij liggen. Je ziet het. Over een riet. Gaan we nog een stuk verder lopen. Een beetje tempo maken. Want wij willen in die knik gaan komen. Daar is het mooiste. Oh, ik zie de paaltjes al achter. Kijk, zo gauw wij daar rechts gaan. Wat doe ik nou dan? Zit ik nou dan op in te focussen? Daar bedoel ik, ja, als we daar rechts gaan, dan wordt het een stuk mooier.
hier omhoog ga staan, dan zie je daar dat stuk alleen maar riet. En daar moet dus de pont liggen. Daar willen wij gaan kijken. Want daarvoor komen wij eigenlijk. We willen de boten even zien die daar liggen. Kijken. Zo jongens, kijk dan maar de ende. En dat helemaal aan allebei de kanten tussen een soort van rietachtig gebied. En hier zie je het heel duidelijk, dat je daar die knik krijgt. Dus dat hele stuk moeten we nog aflopen. Daar heb je altijd de berg, waar ik altijd ga kijken bij de waterzuivering. Die kun je vanaf hier blijkbaar ook goed zien. En dat is dus het Montferland. Hey, wat hebben we nu gevonden? Het valt bijna niet op, maar let goed op. Dit lijkt een normaal pad, maar dat is het zeker niet. Goed opletten. Je zou er eigenlijk zo voorbij lopen. Hier heb je duidelijk een ingang. Zie je dat? Hier heb je duidelijk een ingang met een strook en dan loopt het waarschijnlijk daar nog iets verder daarheen en dan loopt het waarschijnlijk helemaal diep door in het moerasgebied. Dus dat is dat ding wat wij via Google Earth gezien hebben, want er moest ergens een soort van inham in zijn. En dat was dus tussen de pont en die knik en daar zitten wij nou precies. En dat is vanaf deze afstand totaal niet te zien, maar vanaf boven heel goed. Ik weet niet of jullie dat zien, hoe mega groot die rietvelden zijn. Kijk eens, daarachteraan heb je een boerderij en dit zijn dus de rietvelden. Het is heel erg indrukwekkend dit, omdat het zo groot is. Jongens, jongens, jongens. Kijk eens, wow, dit is heel mooi dit, let op. Je hebt hier van die paarse dingen en dan heb je hier van die besjes zitten. Ik weet niet of ze mooi uitkomen op beeld. Zo ziet het eruit. Oh, dit is echt wel gaaf. Wacht, ik zal eens even kijken of ik ze beter in beeld kan brengen. Wow, dat ziet er heel erg leuk uit. Gaaf.
vet. Wow. Dat hebben jullie ook weer niet op beeld. Er ging net een vogel hierop en toen vloog die zo weg. Oh, er gebeurt vandaag heel veel dingen rondom mijn camera heen. Kijk eens even wat daar vliegt. Oh. Nou, mijn GPS die geeft aan dat we nu tientallen meters van het pontje vandaan moeten zijn. Het, zo te zien, ja, het gaat hier al links. Linksom. Ik weet niet wat hier staat. Oh, kijk dan die rode besjes. Ah, daar heb je de pont al. Kijk, dit is het. We zijn aangekomen. Oh. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke vlog vonden. En je ziet het heel duidelijk. Daar liggen de boten. Doei!